Ouderen en mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking kunnen in Nederland rekenen op goede ondersteuning en zorg. Dat is al decennia lang zo en daar mogen we trots op zijn. 800.000 mensen maken gebruik van langdurige zorg dankzij de inzet van verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en vele anderen die werken in de zorg. En niet te vergeten van meer dan 2,5 miljoen mantelzorgers die zich inzetten voor hun kwetsbare naasten. Wel zijn hervormingen nodig om deze goede zorg en ondersteuning in stand te houden. We stellen immers andere eisen aan de kwaliteit van het leven. Ouderen en mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Dat maken we mogelijk door de langdurige zorg anders te organiseren. Voor mensen die zorg thuis nodig hebben en voor mensen die wonen in een instelling. Goede, langdurige zorg is ons veel waard, maar kost ons ook veel geld. De kosten voor de langdurige zorg zijn bijna 28 miljard euro. Als je dit bedrag verdeelt over alle volwassenen in dit land, dan kom je op bijna 2200 euro per volwassene. En als we de langdurige zorg op dezelfde manier blijven organiseren en financieren, dan moeten we met z'n allen steeds meer betalen. Daarom hervormen we de langdurige zorg, zodat het betaalbaar blijft. Er zijn veranderingen nodig om de zorg overeind te houden in de toekomst. Hoe gaan we het dan anders organiseren voor de mensen die thuis hulp nodig hebben? We kiezen vanaf 1 januari 2015 voor een nieuwe rolverdeling. De gemeente krijgt een belangrijke taak voor de ondersteuning die mensen thuis nodig hebben. De gemeente staat immers dicht bij de mensen. We willen toe naar een nog meer betrokken samenleving. Mensen die ondersteuning nodig hebben, moeten zich meer dan nu de vraag stellen: wat kan ik zelf nog doen? Wat kan ik zelf betalen? En wat kan ik vragen aan mijn familie en aan mensen uit mijn omgeving? Daarmee kan de gemeente helpen. De gemeente zorgt ervoor dat je de zorg en ondersteuning krijgt die je niet zelf kan organiseren. Ook kan een wijkverpleegkundige worden ingeschakeld. Mensen die heel veel zorg nodig hebben, zoals zwaar demente ouderen of mensen met een ernstig handicap, kunnen blijven rekenen op goede zorg met recht op een plek in een zorginstelling. Meer nog dan nu houden we rekening met het leven dat mensen gewend waren en spelen we meer in op hun wensen. Voor iedereen geldt, of het nu om lichte of zware zorg gaat, dat deze zorg aansluit op de behoeften van mensen. Maatwerk. De hervorming van de langdurige zorg gaat over solidariteit. We kiezen voor een betrokken samenleving. Vanaf 1 januari 2015 organiseren we de zorg beter en dit bereiden we zorgvuldig voor. Daar zijn cliënten, gemeenten, zorgverleners, zorgverzekeraars en vele anderen bij betrokken. Door beter met ons geld om te gaan, houden we samen de zorg betaalbaar.